Ik ben Anouk van Alem, een van de pacemaker-cardiologen in het HMC. We hebben deze film voor u gemaakt om u te informeren over de eerste 6 weken na de pacemaker-implantatie. Ik ben Bart Malta en ik heb onlangs in het HMC een pacemaker gekregen. De morgen na de operatie, dan moet je even geduld hebben. Dan moet er nog een hartfilmpje gemaakt worden. Er wordt een longfoto gemaakt. De technicus komt langs om alles nog eens een keer dubbel te checken. En als dat allemaal gebeurd is, nou, mag je naar huis. De eerste dag thuis ben je eigenlijk tot een heleboel gewoon in staat. Natuurlijk, de wond die is van binnen gehecht en aan de buitenkant geplakt. Daar moet je voorzichtig mee zijn. Je kan wel douchen, maar je moet hem natuurlijk niet te veel laten weken. Het is belangrijk dat u rondom de pacemaker implantatie niet rookt. Dit bevordert de wondgenezing. In de eerste 6 weken na de implantatie mag u aan de kant van de pacemaker de arm niet te ver omhoog of te ver naar achteren bewegen. Als u moeite mee heeft, dan kunnen wij u een Nutella geven. En na 6 weken kunt u uw gewone activiteiten weer hervatten, waaronder ook sporten, zoals tennissen of voetballen. Als de wond goed genezen is, kunt u na een week weer autorijden. En u kunt overwegen weer te gaan fietsen na 2 tot 3 weken. Als u zich nou zorgen maakt over uw wond, of de wond is rood of pijnlijk of u krijgt koorts, neem dan contact met ons op. Na 10 dagen zien wij u voor wondcontrole in het ziekenhuis terug. Daar worden de vervolgafspraken gemaakt voor de cardioloog en de pacemaker technicus. En u zult jaarlijkse controleafspraken bij de cardioloog blijven houden. De pacemaker technicus controleert uw pacemaker de dag na de ingreep. Door middel van de programmer wordt contact gemaakt met uw pacemaker en worden de instellingen geoptimaliseerd. Bij de vervolgcontroles kunnen de instellingen worden aangepast, zodat u ook bij inspanning optimaal profijt heeft van uw pacemaker. Ook krijgt u bijvoorbeeld uitleg over het gebruik van bepaalde elektrische apparatuur. De technici zijn makkelijk bereikbaar. Ook met vragen kunt u bij hen terecht. Ik heb de pacemaker nu een aantal weken en ik voel me echt zekerder. Het gegeven dat ik niet meer wegval is heel fijn en alles gaat gewoon hartstikke goed.